Inleiding tot de filosofie van de geest en de late Wittgenstein. In de loop van de eeuwen is er op kleurrijke en verschillende manieren gedacht over wat mensen zijn. Wat betekent het dat we ons bewust zijn van alles? Wat houdt het in dat we een lichaam hebben? Wat zijn we voor wonderlijke wezens? Wat ben ik? De meeste opvattingen hierover komen neer op alleen lichamen zijn werkelijk, of alleen geest, of allebei. Dat zijn de drie hoofdstromingen van wat we metafysica noemen, de zoektocht naar de echte werkelijkheid. Ik vat ze samen met drie stellingen en drie zelfbeelden. Eerste stelling, alles is materie. Dit is de stroming van het materialisme, of het fysicalisme. En het zelfbeeld dat erbij hoort is, ik ben een brein, of iets anders, puur lichamelijks. Tweede stelling, zowel materie als geest bestaan. Dit noemen we het dualisme. Het zelfbeeld is, ik ben een geest en ik behoud me tot mijn lichaam. Derde stelling, alles is geest. Dit heet het subjectief idealisme. Ik ben een geest in een verder zuivere geestelijke wereld. Er zijn nog andere mogelijkheden, bijvoorbeeld het mysterianisme. Dat is de overtuiging dat de relatie tussen geest en lichaam niet toevallig, maar principieel te moeilijk is om te begrijpen. Toch, de meeste overtuigingen, en het zijn er nogal wat, kun je binnen deze drie genoemde groepen plaatsen. Over deze verschillende zienswijzen, vooral dualisme versus materialisme, wordt er op de dag van vandaag zwaar gediscussieerd. Vaak bekroop men het vermoeden dat er iets fundamenteel mis is in die discussies. Dit vermoeden werd bevestigd toen ik in de loop van de jaren de filosofie van Ludwig Wittgenstein leerde begrijpen. Wittgenstein is nergens te betrappen op een verdediging van een van deze drie mogelijkheden. Ik wijs niets af, zegt hij meermalen nadrukkelijk, waarmee al twee van de varianten afvallen. Hij verwerpt namelijk nog het bestaan van materiële zaken, waarom zou hij? Nog van geestelijke, waarom zou hij? Voor materialisme heeft hij geen goed woord over. Alles wat echt belangrijk is voor ons, ethiek, waarde, schoonheid, de zin van het leven, dat zijn allemaal geen materiële zaken. Subjectief idealisme, dat het bestaan van materiële dingen afwijst, en dus bijvoorbeeld ook het bestaan van tafels en handen, is ook totaal vreemd aan zijn denken. Is het dualisme dan misschien iets voor Wittgenstein? Integendeel, dualisme lijkt er in al zijn geschriften het slechtst van alles uit te komen. Wittgenstein is een van de filosofen van de 20e eeuw voor wie het dualisme geen antwoord is op de vraag wat we zijn. Het dualisme geeft hoogstens een uitdaging om te proberen er los van te komen. Veel filosofie, ook niet-academische, spontane filosofie, gaat er vaak impliciet vanuit dat er zowel een geest als een lichaam is en dat die op een of andere manier op elkaar inwerken. Hoe vermijden we dergelijke verborgen dualistische aannames? Maar waarom denkt hij dat allemaal? Heeft hij hier goede argumenten voor? Volgens sommigen zijn er inderdaad Wittgensteiniaanse argumenten, maar ik kan ze niet vinden. Tenminste niet in de vorm van argumentatie zoals andere filosofen die gebruiken. Wittgenstein is tot zijn ideeën gekomen door na te denken over taal. Hij heeft zich geconcentreerd op hoe taal werkt. Op welke manier betekenen woorden iets? En hij is er steeds meer van overtuigd geraakt dat de meeste filosofische vragen en antwoorden meestal op een soort misbruik van taal is gebaseerd. Of op een vergissing van wat woorden betekenen en hoe ze iets betekenen. In zijn teksten zien we steeds dat hij de verleiding van het standaard filosoferen wel snapt en dat hij met heel veel moeite probeert hier vrij van te komen. Neem een vaak voorkomende filosofische uitspraak die vanzelfsprekend waar lijkt te zijn. Elk ding is gelijk aan zichzelf. Of in andere vorm. Elk ding is identiek aan zichzelf. Ook wel de wet van de identiteit genoemd. Wittgenstein kan zich wel degelijk iets voorstellen bij die uitspraak. Je kunt je indenken dat je iets hebt, bijvoorbeeld een fiets. Je kunt je indenken dat hij er niet is, dat hij verdwenen is. Dat is me zelfs maar eens overkomen. Op een dag was mijn fiets gestolen. Er was niets op de plek waar ik hem verwachtte. Een niets in de vorm van een fiets. Als je de fiets terug zou zetten, dan vult hij precies de leegte die hij bij ontbreken zou achterlaten. Zoals een vlek altijd precies in zijn eigen omgeving past. We maken hierbij de uitspraak, het ding is gelijk aan zichzelf, gebruik van het woord gelijk. Twee verschillende dingen kunnen wat betreft een of ander aspect gelijk aan elkaar zijn. Appels en perziken zijn verschillend. Maar ze zijn gelijk wat minstens één aspect betreft, hun ronde vorm.
Dus een enkel ding waarbij niet zomaar één of twee aspecten overeenkomen, maar waarbij geen enkel aspect verschilt, dan mag je dan toch voor zeggen dat het gelijk is aan zichzelf. Hier worden we behekst door de taal, zoals Wittgenstein dat noemt. Dat een zinnige uitspraak lijkt op een andere uitspraak, wil niet zeggen dat die tweede uitspraak ook zinnig is. In ieder geval niet op dezelfde manier. In feite wordt gelijk totaal verschillend gebruikt wanneer je het toepast op appels vergeleken met perziken, of wanneer je het toepast op een fiets die gelijk zou zijn aan zichzelf. Als gelijk hier al iets betekent, dan iets heel anders dan in normale gevallen. Laten we nog een simpel voorbeeld nemen. Dat je het concept gelijkheid gebruikt om erop te wijzen dat dingen op elkaar lijken, of zelfs uitwisselbaar zijn, dat is normaal en zinnig taalgebruik. Bijvoorbeeld, $100 is gelijk aan €89. Hier communiceer je. Hier breng je informatie over. Je zegt, met zoveel dollar kun je iets dat zoveel euro kost kopen. En je gebruikt gelijk op dezelfde manier wanneer je zegt, $100 is gelijk aan 10.745 yen. De uitspraak, zoveel dollar is gelijk aan zoveel euro, lijkt qua vorm op een andere uitspraak. Zoveel dollar is gelijk aan zoveel dollar. Maar in groot contrast met de eerste, kan de tweede zo goed als geen enkel doel dienen. Het is niet zo dat het tegenovergestelde waar is, dat $100 niet gelijk is aan $100. Maar als je een tijdje over de uitspraak nadenkt, dan zul je makkelijk inzien dat de waarheid ervan iets volledig anders uitdrukt, voor zover er iets uitdrukt, dan uitspraken over verschillende valuta. Zo'n uitspraak op dezelfde manier serieus nemen, is vergelijkbaar, zegt Wittgenstein, met als je aan iemand vraagt hoe lang hij is, dat hij gaat staan, zijn hand op zijn hoofd legt en zegt, zo lang. Heeft die persoon ongelijk? Niet echt. Hij is inderdaad niet korter of langer dan wat hij aanwijst. Hij geeft precies de goede lengte aan. Maar hij geeft geen inhoudelijk antwoord op de vraag. Of op welke vraag dan ook. De genoemde stromingen kunnen we samenvatten met de twee uitspraken die de zelfbeelden dekken. Ik ben een geest en ik ben een brein. Hoe zit het met de uitspraak als ik ben een brein? Die lijkt op onschuldige beweringen als ik ben een accountant of ik ben een zoogdier. Kunnen we deze ook behandelen? Zodat de betekenis die op het eerste gezicht aan de orde is wegvalt, is het ook een uitspraak die lijkt op wat we normaal met woorden kunnen doen, maar die eigenlijk niets of hoogstens iets heel anders betekent? Sowieso is het in het alledaagse leven geen antwoord op de vraag, wie ben je of wat ben je? Zo'n vraag verwacht een antwoord in de zin dat je vertelt wat typerend is voor jou, wat je onderscheidt van andere mensen, tot welke groepen je behoort enzovoorts. Je naam, je beroep, je etnische afkomst, allerlei invullingen kunnen oppervlakkig of diepgaand een antwoord vormen. Maar is het dan misschien een antwoord op de vraag wat je eigenlijk of ten diepste bent? Is het een zinvolle stelling die iets zegt over de aard van persoon in het algemeen? Een antwoord op de vraag wat de echte werkelijkheid is? Als dat de poging is, dan is het woord ik hier volledig verkeerd begrepen of volledig anders gebruikt vergeleken met wat ik in het Nederlands betekent. Ik ga naar mijn werk. Ik woon in Kaatsheuvel. Ik heb pijn aan mijn teen. Ik hou van morgen. Ik ben een Europeaan. Ik verbaas me over het leven. Aan het woord ik hangt een grammatica. Natuurlijk een grammatica in de betekenis van de schoolboeken, namelijk dat het een persoonlijk voornaamwoord is. Maar we bedoelen hier met de grammatica van een woord dat het een zekere logica heeft. Een goede, terechte manier waarop je het woord kunt gebruiken. Die goede manier is heel moeilijk af te bakenen. Maar het blijkt dat we als mensen wel degelijk de vaardigheid hebben om woorden grotendeels correct toe te passen. De voorbeelden die ik noemde, die zijn bijvoorbeeld prima. Maar hij smeert ik op een boterham, dat is, normaal gesproken, onzinnig taalgebruik. De uitspraak is niet onjuist omdat de verkeerde mening wordt uitgedrukt, maar de grammatica van ik wordt hier miskend. Maar kunnen we ik niet vervangen door iets anders? Bijvoorbeeld een naam in de zinnen die wel voldoen aan de grammatica, met behoud van betekenis. Dus René gaat naar zijn werk, René woont in Kaatsheuvel, René heeft pijn aan zijn teen, etc. Dat is er ook allemaal in orde. Kunnen we dan niet iets op een zinnige manier uitdrukken door ik te vervangen door brein? We kunnen er ook zeggen, ik ben een Nederlander en dus deze Nederlander heeft pijn aan zijn teen. Nou nee, de grammatica van brein is anders dan die van ik. Het brein heeft geen tenen om pijn aan te hebben. Een brein heeft kronkels, hemisferen, etc., maar geen tenen. Mijn brein heeft pijn aan zijn teen is een uitspraak die de betekenis van brein, de mogelijke toepassing ervan, verkeerd opvat. En net zo min houdt mijn brein van iemand, heeft het een baan en net zo min verbaast het brein zich.
Dat zijn allemaal dingen die ik doe. Dat ik daar biologisch gezien een brein voor nodig heb, dat kan heel goed. Net zo goed als ik mijn ogen nodig heb om te zien. Ik kijk met mijn ogen, maar niet mijn ogen kijken, maar ik. Het verwerpen van de uitspraak, ik ben een brein, is geen metafysische bewering, maar een poging je niet te laten beheksen door de taal. Een poging er niet in te tuinen dat uitspraken op elkaar lijken, en daardoor de suggestie wekken een vergelijkbare en redelijke betekenis te hebben. Goed, als ik mijn brein niet ben, omdat ik nu eenmaal een persoon ben en geen orgaan, is dat niet een aanwijzing voor een van die andere metafysische varianten waarin men zegt dat ik een geest ben? Hier geldt hetzelfde. Je kunt van alles zeggen over je geest. Bijvoorbeeld, mijn geest is traag geworden of mijn geestkracht is afgenomen. En zelfs, misschien blijft mijn geest bestaan als mijn lichaam sterft. Maar ook hier, je kunt niet zeggen dat je geest pijn aan zijn knieën heeft, omdat een geest, net als een brein, nu eenmaal geen knieën heeft. Mijn geest gaat niet naar zijn werk of naar mijn werk. Mijn geest houdt niet van iemand, mijn geest woont niet ergens. Behalve metaforisch in de filosofie of in de kunsten bijvoorbeeld, etc. Dat zijn allemaal dingen die ik doe en niet mijn geest. Soms is er wel een overlapping. Als ik zeg dat mijn geest treurig is, bedoel ik dat ik zelf treurig ben. Net zoals iemand raakt mijn lichaam of zelfs mijn kleren aan, betekent dat iemand mij aanraakt. Maar dat is nog niet stellen dat wat ik met ik bedoel doorgaans mijn geest is. Weer is de afwijzing geen metafysische bewering, maar komt deze voort uit recht doen aan de grammatica van de woorden geest, ik, etc. De verwerping komt voort uit de poging geen onzin te spreken. $100 is gelijk aan $100. Alles, ook een aardbei, is geest. Alles, ook een gedachte, is materie. Naast of in mijn lichaam bestaat mijn geest. Dit zijn allemaal dubieuze uitspraken, waarin de woorden op zo'n manier gebouwd worden dat wat gezegd wordt amper goed te begrijpen is. Onzinnigheid ligt hier op de loer. Is het geen woordspelletje? Het gaat er niet zomaar om de letterlijke betekenis van een toevallige uitspraak. Het gaat om respectabele stromingen als het dualisme, die onder andere, en terecht, uitdrukken dat een mens meer is dan een verzameling moleculen. Een stroming die aansluit bij onze ervaring dat we op een of andere manier een binnenwereld hebben. Een innerlijk leven van gevoelens en gedachten. Het heeft de grootste denkers decennia gekost om te ontzenuwen wat er nu zo erg is aan de grondgedachten van deze stromingen. En verwachten dat dit in een paar minuten helder wordt is niet realistisch. Vooral omdat het in de filosofie van Wittgenstein niet gaat om te onderbouwen stellingen, maar om een manier van denken, een bepaalde aandacht voor de taal die we gebruiken. Waardoor imposant klinkende uitspraken als alles is gelijk aan zichzelf, de subtiele misvatting flink de plank mis blijken te slaan. Hier nog een korte poging de lading en de achtergrond van deze kritiek op metafysica te verhelderen. Alle metafysica zoekt naar wat de echte werkelijkheid is, die onder de schijn van indrukken of opvattingen ligt. Dit veronderstelt dat een dergelijke diepere werkelijkheid nodig is om onszelf als verschijnsel te kennen. Wel kunnen we eindeloos nog onbekende oorzaken en structuren van menselijk gedrag en menselijke ervaringen proberen te achterhalen. Dat doen we met wat we wetenschap en reflectie of fenomenologie noemen. Maar wat wij zijn, dat is eigenlijk al bekend. Op een bepaalde manier ligt alles al helder voor ons. Open en bloot, zegt Wittgenstein. Het werkelijke van de werkelijkheid, waarover we zo graag filosoferen, kennen we al. Omdat we, op wat uitzonderingen na, weten wanneer we iets werkelijk noemen. We kennen de grammatica van werkelijk. Maar waar komen al die metafysische overtuigingen, als het eigenlijk wel begrijpelijke overtuigingen zijn, dan vandaan? Een mogelijke en simpele verklaring zou het volgende zijn. We hebben geleerd om dingen te analyseren, om ze op te delen in componenten. En dat is vaak heel zinnig en nuttig. Het is goed om te weten hoe een lichaam werkt, hoe het zonnestel in elkaar zit, welke stofjes in cola zitten, etc. Met name sinds de ontwikkeling van de wetenschappelijke methode, zeg sinds de 16e eeuw, is het heel verrijkend en inspirerend gebleken om zoveel mogelijk zaken te ontleden. En door begrip van de onderdelen in hun samenhang beter inzicht in het geheel ervan te krijgen. Voor de materialist is het dus logisch dat hij een onderdeel probeert te vinden in het lichaam, dat inderdaad als orgaan verantwoordelijk is voor veel functies van het lichaam als geheel. Het registreren van input, verteren van stoffen en bewegen. Functies die nauw samenhangen met wat we het gedrag van een persoon noemen. Kijken, eten, praten, ergens naartoe lopen, etc. Dat is een begrijpelijke richting van denken, maar nog geen enkele rechtvaardiging
om de persoon gelijk te stellen aan de massa cellen. Wat onze geestelijke wereld betreft, is het heel normaal om gebruik te maken van materiële metaforen. Iets zweeft ons voor de geest. In mij strijden diverse krachten. Ik moet stoom afblazen. Ik probeer verschillende ideeën aan elkaar te verbinden. Er is een geestelijk proces wanneer ik nadenk en tot een conclusie kom. Noem maar op. Dat is allemaal heel natuurlijk, begrijpelijk taalgebruik en heel aansprekend. En het is dus maar een heel klein en verleidelijk stapje om de materiële manier van denken, die zo succesvol is gebleken, letterlijk toe te passen op onze geest. Om de manier van denken over tastbare dingen te gebruiken voor wat niet tastbaar is. Het lijkt of dit de basisfout is wanneer iemand beweert dat er een kausaal verband is tussen de twee gestileerde en onderscheiden zaken van lichaam en geest. Een dergelijk denken miskent de grammatica van geest en maakt deze tot een soort materie. Iets dat zich, net als tastbare objecten, ergens bevindt en dat kracht ondergaat en uitoefent. Dat, net als stenen in lawines en planeten in het zonnestelsel, een radertje is binnen het geheel van fysieke zaken. Zij het fysisch op een veel subtielere, doorschijnlijke, ontastbare manier. In het materiële denkmodel is het prima om materiële situaties uit te pluizen, als de tandwielen in een horloge of de deeltjes in een molecuul. Maar dezelfde manier toepassen op onze geest is een vraag stellen waarin alleen oneigenlijke antwoorden een kans krijgen. Behalve woorden als gelijk bespreekt Wittgenstein veel woorden die we nadrukkelijk mentaal zouden noemen. Verdriet, weten, bedoelen, hopen, zien. Als je de grammatica van dergelijke woorden, die we allemaal kennen, expliciet maakt, dan zien we twee dingen. Ten eerste dat de betekenis zeer divers is per context, met potentieel oneindig veel nuances. Dit spreekt het beeld tegen dat woorden voornamelijk een soort labels of namen zijn die verwijzen naar objecten. En het zegt daarmee dat we ook niet hoeven te zoeken naar geestelijke pendanten van materiële dingen. Ten tweede, zolang je maar niet zwicht voor de verleiding om van wat we geestelijk noemen een soort spul te maken, zolang je geen geestelijk mechanisme veronderstelt, zijn de metafysische visies niet alleen overbodig, maar vertekenend en beschadigend voor ons zelfbegrip. Wat we bedoelen met bijvoorbeeld bedoelen, blijkt in onze vaardigheid om het woord te gebruiken volkomen helder. Wat wij ermee bedoelen, als de metafysische constructie vergeten, is geen proces, geen verborgen gebeurtenis als een mentaal pendant van een chemisch proces. De beelden zijn prima. Bijvoorbeeld een denkproces, een gerichtheid van de bedoeling. Maar wanneer we die letterlijk nemen, zetten ze ons op het verkeerde been. De zogeheten innerlijke wereld is een zeer respectabel beeld dat terecht uitdrukt dat we allerlei gedachten en gevoelens voor ons kunnen houden. Maar niet meer dan dat. Dat wil niet zeggen, zoals wel gedacht wordt, dat Wittgenstein de betekenis van mentale concepten ziet als een vertaling van gedrag, alsof alleen een buitenwereld echt bestaat. Maar wel dat je de betekenis van woorden als geest of ervaring niet los kunt snijden van de publiek toegankelijke wereld. Taal is een sociaal fenomeen. En elk woord kan alleen betekenis hebben wanneer het iets uitmaakt in de communicatie tussen mensen. Inzicht in hoe taal werkt laat ons afscheid nemen van de innerlijke werelden als absoluut geïsoleerde privéterreinen zoals deze verzonnen zijn in de 17e eeuw. Zowel ik ben een brein als ik ben een geest getuigen van een reductionistische instelling. Zij proberen mij te herleiden tot iets wat ik niet ben. Maar wat ben ik dan wel? Als je alle negatieve kritiek van Wittgenstein doorgrond hebt, wat blijft er dan over? Moeten we dan tegen het reductionisme in misschien geest en lichaam als onderdelen zien en de persoon als het geheel van dergelijke diverse onderdelen? Nee, zo'n deel-geheel aanpak zou nog steeds de mens als een verzameling van subdingen blijven zien, als de suikermoleculen die een suikerklontje vormen. Het zou nog steeds een materialistisch framework gebruiken dat daarmee geen recht doet aan onze ontegenzeggelijk geestelijke aard. Er is geen verzameling die lief heeft, verantwoordelijk is, etc. Ik ben het steeds zelf. En zelfs voor onze even ontegenzeggelijke lichamelijke aard voldoet het niet. Mijn lichaam is niet een combinatie van lichamelijke organen, maar het is de manier waarop ik in het leven sta. Wie mijn arm aanraakt, raakt mij aan, omdat het persoonlijk contact is. De vonk die overspringt is iets dat twee personen verbindt, die uit meer of minder vrije wil bij elkaar zijn, die een sociale en mogelijk zelfs een spirituele relatie hebben. Er is wel een patroon van alle herkenbare kleuren waarin het woord ik in diverse contexten gebruikt kan worden. De betekenisnuances van ik in Ik ga op in de film en van
Ik ga de trap op. Maak het deel uit van een familie van mogelijkheden, van wat je allemaal met het woord ik kunt doen. Maar dat wil niet zeggen dat mijn ik dat patroon is. Ik ben geen patroon. Ik ben een mens. Ik ben wie jullie weten dat ik ben. Na al deze aandacht voor de taal ben ik nog steeds dezelfde. Ik ben identiek aan mezelf, zeg maar. Met dezelfde mentale, lichamelijke, economische en juridische aspecten. Ik voel, ik mijmer, ik weeg iets en ik zit op mijn stoel die ik bezit. Ik weet op heel diverse wijze wie en wat ik ben. Een kennis die zich overigens blijft verdiepen, omdat ik de grammatica van ik ken. Het is trouwens verre van makkelijk om het materialistische denken te weerstaan. Ook nu nog betrap ik mezelf er regelmatig op mijn ik voor te stellen als iets in mijn hoofd. Of, afgezien van mijn lichaam, als iets in mijn kamer. Een soort energie. Een doorzichtig veld dat aanwezig is, zodra ik wakker ben. We miskennen onze echt geestelijke natuur zodra we onszelf voorstellen als spirits in a material world. Maar stel dat het je lukt om jezelf nog tot een brein, nog tot een geest te degraderen, dan blijken er talloze manieren te zijn waarop je jezelf en mensen in het algemeen kunt leren begrijpen. Ik ben een wonderlijke werkelijkheid. Niet omdat er mysterieuze componenten met mysterieuze relaties zijn waaruit ik besta, maar omdat dit mijn leven is waarmee ik het moet doen. Omdat ik betekenis zie in wat ik meemaak, in de woorden die we gebruiken, zonder dat er een te ontdekken of aan te tonen ultieme verklaring nodig is om deze betekenis te funderen. Van het bestaan als zodanig, waarover we ons in de filosofie zo terecht verbazen, is op een bepaalde manier niet verborgen. Alles ligt helder voor ons, open en bloot.